kaarten. We gaan eens even een paar wagons bij elkaar zoeken. En kijken of je daar belangstelling voor hebt. Van sommigen weet ik het al natuurlijk. Die donderbus, deze. Nou, die gaan we even met een bouwerij 64 rond laten rijden. En ik heb hier dan ook een speciale vleesman dingetje gekocht. Zodat je er steekkoppelingen in kan zetten. Wel, mijn bouwerij 64 heeft kortkoppeling. Dus hier gaan we even een kortkoppeling inzetten. Ik heb alle koppelingen bij elkaar gepast. We gaan even met deze beginnen. Zo, even kort. Dus die bakwagen. Die heeft aan de ene kant een beugelkoppeling en aan de andere kant een haakkoppeling. En dan komt er een oude Lilliput. Lilliput had vroeger ook haakkoppelingen. Voordat de beugelkoppelingen kwamen. Nou, er komt een bekende platte wagon. Deze is van Vleesman, geloof ik. Dit is een wagon Kies voor Queen. Quinten. Ik heb hem al heel lang besteld. Ik heb spaakwielen nou onder gezet. Een veewagen. Nou, die zou dus makkelijk in combinatie bijvoorbeeld met die donderbussen gebruikt kunnen worden. Hier nog een echte Vleesman houttransportwagen. Ja, en de Vleesman Bart Smit begonnetje met limonade erin, zoals het erop staat. En nog een, deze wil je dan, hè? Die platte wagons, rongenwagens. En gaan we dan ook bij elkaar zoeken met de haakkoppelingen. En dit is dan ook een Lilliputwagon. En heb ik het zo gedaan. Oh, even uitzetten. Aan de ene kant een haakkoppeling. En aan de andere kant een beugelkoppeling. En dan kan je het combineren. De koppelingen combineren. En dat hebben we eigenlijk ook voor die bakwagen gedaan, deze. Aan de ene kant een Vleesman-koppeling. Aan de andere kant een Rilko-koppeling. En dat geldt ook voor die andere Shell-wagon. Even kijken waar die staat, deze. En dan kan je wat makkelijker combineren. Dan hoef je niet bang te zijn. Oh, heb je weer die koppeling, kan het er weer niet achter. Maar dan kan je zo'n koppelwagon gebruiken. Arthur en Quinten en andere moederansporters. Oké. Nou, ik heb natuurlijk dan wat wagons gezocht. Deze onder andere, een platte wagon. Die hebben we nog compleet. Dit is het catalogusnummer. Deze platte wagon. Ook met doosje. Nog een wagon. Met een doosje. Een Nederlandse wagon in een oude HEMA doos. Nog een platte wagon. En nog een platte wagon, en die zal ik dan zo uitpakken en even op de rails zetten. Wil ik er zelf natuurlijk ook nog een paar houden. Deze en deze van Vleesman ook. We gaan ze even uitpakken. Gewoon een haakkoppeling. Oké, we gaan ze even allemaal bij elkaar zetten, die platte wagens. Dan weet je in ieder geval hoeveel dat er zijn. Deze is van Vleesman, ja. En deze is van Rilko. Maar wel met haakkoppelingen. Deze beugelkoppelingen. Dan gaan we even op een ander spoortje zetten. Nog eentje. Deze heeft ook beugelkoppelingen. Koppeling.
zoeken. Dat ik als kind had ik al begeerd. Ik had geloof ik in 1968 of zo in de catalogus. Ik was er gelijk verliefd op. Vond het ook een hele mooie truck. Met doos. En alles erop en eraan. Oh. En een echte vleesbanden wagon. Deze zo'n wagon kan bijvoorbeeld makkelijk ook achter de donderbussen. En want die werd dan afgeleverd in een dorp of zo. Dus we gaan hem daar even achter zetten. Een kleine parade van de wagonnetjes met haakkoppeling. Nou, ik zie hier al drie platten. Een Oostenrijkse Lilliput-wagon. Een vleespan limonade-wagon. Een Engelse wagon voor Quinten. En een bakwagen die voor die Pico. Prima bij die Pico past, alleen dit is uiteraard een DB-uitvoering en deze is van Vleesman. En dan heeft aan de ene kant een haakkoppeling en aan de achterkant een beugelkoppeling. Ik ben nog niet helemaal tevreden over de V60 trouwens, dus die ga ik nog een keertje openmaken vandaag. Zou schoonmaken natuurlijk. Arthur en Quinten ook natuurlijk. De V60 die trekt deze sleep gewoon omhoog. Dus dat is een andere koek. Aanloopje nemen. Deze ook nog. Er zal een paar treinen gaan samenstellen en ze langzaam voorbij laten rijden. En ook, hoe heet dat? Foto's maken. Arthur. Even kijken. Hoe ver zijn we met jouw treinen? Ja, eigenlijk is het iets te vroeg, want ik wilde nog een treinsamenstelling maken met die platte wagons. Vertel dat je zo meteen, even kijken, deze is het. Even de platte wagons bij elkaar verzamelen. En dit zijn in ieder geval 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ze makkelijk naar zijn plaats. Dat zijn 19 wagons die hij wegneemt. Hier stopt hij even. Zo, dit is even iets
staan. Hier staan we bouwerijen 64 van Vleesman. Met de transformator, dat heb je dus als je de 4 hebt staan, moet je wel even de juiste pakken. Nou, een postrijtuig zou er eventueel bij kunnen. Nou, deze 4 voor een tientje. Maar dan hangt er ook vanaf hoeveel dat je nog koopt. Maar ik denk dat die postrijtuig is maximaal 5 euro. En deze. Oh, die is dus vergeten. Dat zijn deze dus. Een veewagen met haakkoppelingen en een autotransportwagen ook met vleesmaakkoppelingen. Zo. Als de eerste drie daar, dat zijn dus allemaal met haakkoppelingen. Rijtuigen. Dit is dan een wisselwagon. Ja, koppeling, beugelkoppeling. En deze hebben beugelkoppelingen. En volgens mij heeft er ook nog eentje wel nemschachten. Gaan we zo even naar kijken. En volgens mij wel die